Man is twee keer gestoken. Laat mij het afmaken. Aan de kant, aan de kant. Hele gang achter me aan. Hoe dan? Ja, ze zoeken mij volgens mij. Ik ga weg. Hou jij die man in de gaten? Ja, man. Ben daar nu letterlijk. Ja, Bugatti is hier letterlijk voor mij. Bugatti is letterlijk voor mij. Ik kan je misschien komen redden. Yo, wat is er? Wat is je probleem dat je deze auto net volgde? Wat is je probleem? Hé, hey, instappen. Goed, gaan we zo. Wacht, laten we onze messen in de kofferbak doen. En dan gaan we de situatie kijken. Stop hier. Wacht. Stop hier gewoon. Meneer, wie is dit? Ik heb geen idee. Hé, hij lijkt op mijn vriend. Hij had net ook al een groene masker op. Geen idee, en deze motor, die heeft hij ook. Die motor is van hem. Hé, hey, Depay. Huh? Dat is spannend, toch? Hé, wat hier gebeurt? Depay, oké? Of we moeten gewoon nu. Pitten. Mm-hmm. Ja, pitten maar vast met drop bij garage. Ja, wat moeten jullie? Niks, ga door. We hebben niks met jou te maken, doei. Ai, na. Oké, rij. We moeten even mijn auto pakken. Nee, we gaan hem kwijtraken. Volg jij hem? Blijf jij hem volgen? Stop hier. Wat begrijp je niet, bro? Geen stress, jongen. We gaan hem kwijtraken. Bro, hij rijdt een Fiat Multipla. Wat is dit dan? Meneer? Nee. Meneer, sorry, ik zag u niet. Oh, meneer, kunt u hem even naar het ziekenhuis brengen? Ik heb haast, sorry, het spijt me. Gaat alles goed, hè? Het spijt me, boys. Ik moet Rico bellen. M, telefoon, rollen, Rico. Yo, zie je hem? Jawel, maar hij rijdt gewoon bij die garage, man. Welke? Hij rijdt richting Blokkenpark. Oké, we moeten die man houden. Ik moet eigenlijk ook ergens tanken, man. Dus hou hem in het vizier, dan ga ik tanken, ja? En dan kan je zo meteen bij mij instappen. Dat is goed. Het is Gerard. Ik rijd bij het tankstation daar zo nu in de buurt van Blokkenpark. Ik ga even tanken. Kunnen we die man houden? Hij moet sowieso dood. Jij gaat hem volgen, ik tank even. Ja, ik zit achter hem, bro. Oké, hou hem in de gaten. Maar probeer onopvallend achter hem te zitten, snap je? Ja, dat, anders dat, hij is sowieso politiemelding aan het maken en zo, snap je? En jouw auto wordt sowieso al gezocht, aangezien we net vluchten met die auto van je. Ik ben nu aan het tanken, ik ben uitgestapt. Hij is bijna volgetankt, ja? Hij is nu in de garage, man. Waar je net ook weer in was. Oké, hou hem een beetje in de gaten. Precies waar hij heen gaat, ja? Oké, ik kom nu naar die garage. Ik stap weer mijn auto in. Auto is volgetankt. Kut, mijn bumper. Auto, rode engine. Ik moet ook even uit garage halen. Nu staat hij nog. Ik hem goed in de gaten. Ja, ik kom dicht bij die garage nu. Hij schreeuwt naar mij. Hij zegt, wat doe je? Kut zo. Kut zo. Meneer. Hé, hey, bro, wat doe je? Ik ben Rode Engine. Je brengt hem naar de garage. Oh, ik weet niet of ik hem ga halen. Ik ben bij garage nu. Ik doe mijn auto even erin en eruit. Oh, ik moet de laatste meters gaan duwen. Kut. Paniek. Wacht, ik moet ophangen. Ik moet duwen. Yo. Fuck is die, hè? Die man heeft zomaar een melding aangemaakt. Dus die man is gewoon... Wat? Wat? Hij is legit gewoon verdwenen. Hij stond recht voor me. Denk je dat hij is uitgelogd? In zijn hoofd? Als je begrijpt wat ik bedoel? Denk het wel, man. Kom gewoon zeg maar naar die plaats ligt waar zeg maar net die beef en zo was. Daar rijdt hij rond, man. Blijf hem zoeken. Gekke gozer die staf ook, man. Zeg nog tegen hem, let een beetje op je taalgebruik. Nee, ik ga helemaal niet letten op mijn taalgebruik. Dit is Gerard, wacht. Onkel? Yo, waar ben je? Ben je free? Ja man, ze hadden gewoon ID-controle. Ja toch, ik ben dicht bij plaatsdelict. Ik ben een beetje aan het zoeken waar Rico is. Ja, ik ook toevallig. Ga naar die plaatsdelict waar we net waren. Dat zijn we al. We zijn gewoon hier stopgehouden. Stilgehouden. Stopgehouden, ja toch. Als het goed is ben ik nu denk je in de dat je scherp voor bent? Nee, ik ben er. Wacht, boys. Ali is in de Ola, man. Ik ben er, man. Waarom blijft die pokoe aan, bro? Yo, boys. Ali. Boys, ik was op zoek naar iemand, maar ik ben hem kwijtgeraakt, man. Ga aan de kant van die politie. Ja, ik ga aan de kant hoor. Ah, we meten bij Pier, ja? Dadelijk. Ja, wacht even bellen. Ja, Rico. Tankstation daar in de buurt, bro. Letterlijk, dat tankstation daar. Welk tankstation? Ja, bro, waar je nu bent, bro. Ja, hey, ik kom eraan. Ik ga tegen de boys zeggen, volg me. Boys. Hij rijdt nu bij kledingwinkel. Volg me, tankstation, volg me. Nee, Ali, luister. Er is iets belangrijks, zeg snel. Badr is bij Pier. Maar ik moet iemand steken, bro. Je moet nu komen. Ik ga weg, doen. De dungeon is rood. Kledingwinkel. Hij rijdt bij kledingwinkel. Hier is kledingwinkel. Naar links, naar rechts kijken. Rico bellen. Ik hang zomaar op. Yo, waar ben je? Ja. Ik ben bij die kledingwinkel. Sorry, bro. Ja, kom terugrijden, bro. Ik ben bij die kledingwinkel. Hij is letterlijk, zeg maar, waar je net was. Hij is weer teruggereden. Ja, bro. Ik ben bij die richting de pier. Ja, daarom. Je moet aan de lijn blijven. Ja, bro. Ik word toch geschreeuwd door andere boys. Ja, dat snap ik. Bro. Richting de pier. Ik rijd richting de pier. Ja, richting de pier. Ja, maar Waggy is waarschijnlijk bijna echt een stuk. Ik zie hem. Ja, pak hem. Stap je in bij mij? Stap in. Stap nee, in. Pak hem, ik rij achter je aan. Ja, maar als ik die kapot gaat, stap alvast in, snap je? Nee, ik... Oh, politie. Politie. En we worden gevolgd door een hele gang. Hele gang achter me aan. Hoe dan? Ja, ze zoeken mij volgens mij. Ik ga weg. Hou jij die man in de gaten. Hele gang achter me aan. Omdat ik net volgens mij... ik moest iemand betalen of zo, omdat ik tegen hem aanreed. Terwijl hij tegen mij aanreed. Ik ga even voorweg, ja? Ik ga eens even...
ga ze even afschudden. Ja, ik ga mijn walkie even... Ik ben helemaal weg aan het rijden. Ja, ik ga hem nu kwijtraken waarschijnlijk. Waar rij je nu? Waar rij je nu? Dan zoek ik hem weer. Ja, bij die plek waar we net waren, bij die garage, zeg maar. Die man is me sowieso al kwijt nu. Bij die garage? Ik ben bij die kledingwinkel waar je het net over had. Bij die garage dan zeg maar richting juwelier. Garage richting juwelier? Ja, ja, die snelle garage bedoel je? Nee, hij was net die garage en hij gaat nu richting juwelier. Richting juwelier? Mm-hmm. Daar ga ik nu heen, daar ga ik nu heen. Blijf aan de lijn. Ik moet de kleur van mijn RS6 even snel veranderen eigenlijk, als je het niet erg vindt. Ja, doe je ding man. Ik ga hem wel verder zoeken. Probeer hem te blijven zoeken, ja. Ik ga even het fixen. Ik rij even naar daar, man. Ik ga van kleur switchen, zodat niemand me meer zomaar kan volgen. Kutzooi! Auw, bro, ik heb een ongeluk gemaakt. Bro. Gaat het? Ja, wacht. Bro, je moet niet stressen, jongen. Is goed? Ja, goed met u. Nou ja, top. Nee, ik ben Bro. Laat me even Memphis bellen, kijk waar je... Oké, hou hem in de gaten. Moet ik weer een kop betalen. Ik moet die autokleur gewoon veranderen. Yo, bro, ik zit echt met veel dingen in mijn hoofd, man. Ja, bro, ik weet. Ze zaten net achter je aan. Ik heb ze afgeschud voor je. Bro, ja, ik reed tantoe snelweg. Heel veel mensen zitten achter me aan, blijkbaar. Gewoon een hele groep. Volgens mij, weet je wat, ze haten me gewoon. Bro, de laatste tijd gaat het lekker met me, toch, dus. Bro, luister. Ze dachten dat ik achter jou aan zat, toch, omdat ik jou volgde. Dus eindstand zijn ze achter mij aangegaan, omdat ze dachten dat ik achter jou aan zat. En dat heb ik ze afgeschud. Maar de kust is clear, man. Ik ben nu bij Los Santos Customs. Daar ben ik ook. Zet hem op rood. Ik moet even die kleur veranderen, man. Respray. Bro, net bij locatie, delict. Ben weggegaan. Motorkleurtje veranderd, andere outfit. Clean. Bubblegum is wel een... Ik heb niet geld. Heb je geld op zak? Jawel. Doezo kost het. Oh nee, laat maar. Hey. Het kost een doezo 200. Ik heb niet. Stop op mijn motor, rij weg. Waarom? Ze gaan ons klem zetten. Ze staat voor de deur. Laat maar rijden. Yo, Mercedes. Het werkt ook gewoon niet zo. Ze zitten weer achter me aan. Badder heeft ze wel echt snel gezien, man. Ik heb ze weer afgeschud, hè. Kijk, daar rijden ze. Ik heb ze gewoon weer afgeschud. Yo, bro. Goed nieuws, ze zitten achter mij aan. Oké. Ze denken dat ik jou ben. Maar hoe ga je dat nu fixen dan? Fix ik wel, joh. Je hebt het wel goed gefixt, man. Ik ben snel weten weg te komen. Ja, toch, want ze wilden ons klem zetten, 100% zeker. Ik ga weer een andere outfit aandoen, man. Ik ben bij een kledingwinkel ergens random in de stad. Oh ja, toch goed, bro. Ik ga geld pinnen, zodat we die autokleur zo meteen kunnen veranderen. Yo, ik krijg achter ze ineens. Yo! Nee, ga weg. Die Ferrari zit achter mij aan. Bro, ze rijden allemaal langs me. Ja, oké, doe gewoon low-key. Ik heb nog tank, dus toch? Fix gewoon je ding. Ik ga daarbij bellen, kijken wat wij aan doen is. Oké. Ik heb nu kleding geswitcht. Ik ben nu binnen. Die Ferrari zit echt letterlijk achter mij. Ik heb een hele andere outfit nu aan. Ja. Ik zie Ferrari zit achter mij en volgens mij Bugatti ook. Ja, die Bugatti reed net langs me, richting de pier, toch? Ja man, ben daar nu letterlijk. Ja, Bugatti is hier letterlijk voor mij. Ik kan je misschien komen redden. Zeg maar waar je bent. No. Ik ben gewoon safe. Ik heb tank alles. Ik kan me niet bijhouden. Ja, maar is leuk toch als ik je een beetje kom redden. Waar ben je? Ik ben nu bij Pier, man. Letterlijk bij Pier. Ook zie je rijden, bro. Laat me tanken. Wacht, laat me eerst tanken, ja? Blijf het regelen. Dan ga ik tanken, ja? McDonald's. Fix het, ja? Dan ga ik tanken. Zeg maar, als je terugrijdt en dan heb je ergens een tankstation in de buurt, man. Ik ga eerst even tanken. Yo. Dan zitten we sowieso safe en dan gaan we de Mount Juliet op en niemand houdt ons bij. Zelf, Mount Juliet op met de RS6. Motor, bro. Jij gaat achterop bij mij. Die ding is langzaam dan, hè? Look, geen stress. Ze zitten weer achter me aan. Ik ben op snelweg. Ik rij volgens mij langzaam. Ik ben het gereest. Rico, er zitten mensen achter ons aan. Bro, ik ben het ook geript van mijn wakkie, man. Ben je geript? Ja, bro. Hoe? Ja, deze man komt met de gun. Hoe hij zegt, stap uit. Ben gereest van wat? Die Audi? Ja, die wagen, man. Ja. Die Audi A6 van je, ja. Maar waar zijn die boys? Waar is Ansu? Bel hem even, bro. Ansu weet ik niet. Ansu boeit mij even niet. Rico, ja, maar ik bedoel... met Memphis. Volgens mij zeg ik... Bro, ik hang per ongeluk op ook weer. Doe jou! Bro, niet achterop. Badr moet achterop bij mij. Maar joh, niet achterop bij mij dan. Badr moet achterop bij mij. Yo, waar ben je? Ze zitten nog steeds achter me aan, man, bro. Er zit nu ook een motor ineens achter mij aan. Weet jij wie die motor is, Rico? Rico, ik zet je af bij garage, ja? Rico? Ja. Ik zet je af bij garage, ja? Rico? Oh, wat, bro? Ik heb daar niks. Ja, wat dan? Ik moet Badr ophalen. Ojojojo. Bel iets van Ansu of zo, bro. Maar wat gaat Ansu doen, neef? Ik bel Memphis. Hij is toch met Memphis, bro? Ja, en dan? Wat hebben we aan hun? Badr wordt nu achtervolgd. Is goed. Badr, waar ben je? Ze zitten nog steeds achter me aan, man. Ik rijd nu richting Pier. Ai, meet voorkant Pier. Nee. Daar ben ik bijna. Voorkant Pier, dan moet je gewoon uitstappen. Laat die auto, stap achterop bij mij. Wacht, een navigatie. Ik sta nu letterlijk bij Pier. Ik ben daar. Oké, ik kom bijna naar de voorkant. Bijna. Je moet echt snel switchen, bro. Ik ben bij de Pier. Je moet, Bij de Pier nu? Bij de Pier, voor de ingang. Oké, is goed. Snel, ze gaan me klemmen, wacht. Ze gaan me klemmen, ze volgen mij nu ook. Jij moet snel weten te springen op mij. Waar ben je? Ben je bij de pier? Ik ben bij de pier. Heel de stad, bro. Heel de stad. Ik ben voor de pier nu. Ja, als je snel kan overzetten. Ik ben er ook. Stap op.
Go, go, go. Heel de stad. Oké, hang op. Oké. Laten we sowieso alvast eerst tegens pakken, zodat ze moeilijk ons kunnen volgen. Is de tank vol? Ja, toch? Tank is vol, vol. Mijn auto is al gestolen, dat zie je hier voor me. Geen stress, joh. Geen stress, die auto regelen. Oké, ze hebben ons nog steeds door. Zie je ons achter me? Dan gaan we nog één keer even de stad in, om ze al helemaal af te schudden. Veel mensen. Heel de stad, bro. Ze zijn fan van ons. Ja. Gekke mensen. Allemaal in die hoek. Allemaal in die hoek. Links, of ga je naar rechts? Ja, ja. Ik volg gewoon die navigatie. Zie je die navigatie ook? Ja, ja, ja. Licht heb ik ook uitgezet, neef. Licht heb ik ook uitgezet. Zorg gewoon niet dat je die motor kapot maakt. Nou, zeker niet, man. We hebben ze er eigenlijk nu al soort van uitgereest. We hebben een volgetankte motor. Nee, ik zie ze in de verte. Ik zie ze in de verte. Wacht. Hou je in? Hou je in? Hou je in? Hou je in? Blijf hier. Zet engine uit. Nee, kan niet. Hou V en S4 ingedrukt. Ja, 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 ja. Yo, Anso. Yo, Faka. Waar ben je? Ik ben... Die boys in die rode whip, zocht je nou hun? Ja, ja, die rode whip. Die kleine rode whip. Ja, ja, ja. Ik wil met paars. Ja, ja. Ik heb hem meer, bro. Heb je hem? Ja, ik ga je locaties. Ik wil hem afmaken. Perfect. Ja, ik zie je locatie. Perfect. Wollen mij jiggen. Soldaat. Yes. Yes. Weet je wat er is? Wat? Ik was al de hele tijd op zoek. Move. Niet nu, wacht, het is verdacht. Luister, laat me eerst vertellen, bro. Die guy, ik was de hele tijd op zoek naar een guy in een rode whoopty, zo'n rode kleine auto. Ja. In een paarse outfit. Hij zei tegen mij, Dogo en zo, hij deed Biggie tegen mij. Ansu Fati heeft hem geklemd. Eigenlijk was ik op zoek naar hem, hè. Ik was niet op zoek. Wie de fuck rijdt op? De stad is daarachter. Rij. Links. Nee, ik ga gewoon normaal rijden. Links. Hey, die motor staat hier. Zie je dat? Dat is die ene motor. Yo, voor de mensen die nog niet hebben geliked. Like even. Laten we op deze video voor de 4000 likes gaan. Want dan komt er elke maandag, elke woensdag en elke vrijdag een nieuwe roleplay video op deze server. En voor de mensen die elke keer lopen te genieten van mijn video's en nog niet geabonneerd zijn. Nee, abonneer even, man. Het is een kleine moeite. Abonneren is gratis. Het kost je niks. En je helpt mij daarbij. Want we willen de 50.000 abonnees voor 2022 kunnen bereiken. En ik weet dat we dat kunnen. Dus doe dat even. En voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn. En op mijn andere YouTube kanalen, er staat een linkje in de beschrijving. Abonneer daar even en dan wens ik jullie nog veel kijkplezier. Die de hele tijd bij die bosjes in de buurt wachten. Geen stress, laat hem. En hij komt achter ons aan. Toch niet. Dan worden we nu geklemd, die bosjes gaan dead op. Hij volgt ons toch wel? Nope. Zo, hij heeft wel een snelle motor, hoor. Ja, hij is hier zo ergens achter. Kijk. Kijk het hier. Waar? Hey, Mango. Daar. Waar? Achter. Daar. Vanaf rechtdoor. Wee-o. Daar hebben ze. Wee-o. Hier wacht ik op. Hey, Ansu. Dankjewel. Ansu, ik weet niet hoe ik je kan bedanken, maar je bent een G, man. Ik weet niet hoe je dit hebt geflikt, maar SO naar jou, man. Yes, he's big guy. Besef je, hè? Ik wil deze... even pikken met Ansu, man. Laat me eens zeggen, deze boy hier links, hè? Ja. Ik weet niet wie deze slotneus is. Hij is sowieso zijn mond is sowieso dicht getaped, ze kunnen niet bewegen. Hij kan niet praten. Laat me zo meteen die tape eraf halen, in ieder geval. Laat me even vertellen wat die man deed, hè? Die man deed Biggie vanaf het begin al. Ik heb hem al een poging gedaan tot steken, zelfs waar de politie bij was. Hij is er vanaf gekomen, hè? Bro, hij kon net nog dashen, hij kon er net vanaf komen. Geen stress, nu heb jij hem. Weet je wat dat betekent? Misschien moeten we een begrafenis of zo bij doen. Money. Uitvaart of zo. Mo, ik ga je gelijk zeggen. We hadden die boykie links. En daarna die mat die van hem wel een beetje. Is die mat die van hem, die rechter? Zo'n die ze gelijk geklemd. Maar ik zeg je eerlijk, kijk. Dus hij kwam, ik was bij hem aangereden. Ja, die paars had ik nodig. Ja, toen wilde hij vluchten. Dus ik ging op het dak, maar hij belde hem. En hij zei tegen hem: ja, ze zijn achter hem aan. Dus ik zei tegen hem: bel die goon van je die zogenaamd goon is. Laat hij alsnog komen. Aangezien je hem wil bellen. Dus daar staan ze dan. Daar staan ze, als twee dunkers gewoon. Groenendas heeft eigenlijk niets gedaan. Boys, ik zeg jullie heel straight. Eigenlijk moeten we gewoon vuilnis container openen en gewoon erin gooien. Wachten. Eerst één belangrijke ding. Mm-hmm. Weet dat Memphis van het gebouw gevallen, dus we moeten hem eerst checken, man, boys. Wat eerst? Deze man moet eerst dood, bro. Wacht even. Hou die tape, wacht. Laat me die tape eraf halen. Je geeft geen fuck om, Memphis. Yes, doe het. Ah, die tape is eraf, bro. Praat. Yo. Hey, ik wil alleen die linker, die rechter van mij mag leven. Of willen jullie hem ook dood hebben? Nee, mag. Dat is van mij. Hij kan gewoon. Ga ik dood? Nee, jij mag lopen. Die rechter mag lopen. Ga weg, gewoon lopen, man. Ah, rechter loop. Hij is iets gelijk probleem. Maar luister. Maar... Groene tas. Yo, bro. Yo. Je hoort me? Ja, man. Ik hoor je nu wel. Je hebt ons gezicht gezien, hè? Ja. Laat me je niet catchen, hè? Laat me je niet catchen, want. Ja, meneer. Zal ik gewoon hoefijzer op zijn hoofd gooien? Zet een hoefijzer. Nee, niet doen, alsjeblieft. Hou de kant op. With twee boys. Oh, die andere. Hey, doe maar die gedashkill. Hey, waar is die dead, Matty? Waar is die Matty? Nee. Bro, waar is hij? Bonden, bro. Waar is hij? Bound him, kom. Die man is gebonden, man. Waar? Links, hij is naar links. Oh, hij is hier. Handen omhoog. Bro, je bent vast gebonden, bro. Hoe ben je, bro?
ben vastgebonden. Yes. In je maag, handen omhoog. Oké, meelopen. Ik zeg je, meelopen. Doggoetje. Ik heb hem al gestoken. Wie denk je dat je bent? Ik heb hem al gestoken. Kom hier. Hij gaat toch nog meer gestoken worden? Je bent Labrador. Chihuahua. Zeg maar, die steek vond één niks. Het doet je pijn. Ik weet het. Loop naar hier. Blaf ook voor me. Goed zo. Labrador. Ga in die hoek staan, elke boy aan de kant. Yes. Wat moet ik? Rico, ik bel je zo, ik ga even een heerlijke steekpartij gooien. Maar mag ik er ook bij zijn? Ja, oké. Wat moet ik doen? Autokant op een post. Wat moet ik doen? Yes. Hey, ik ga helemaal stuk om die guy die notities schrijft. Way, yo. Hey, je gaat niet nog een keer rennen. Wat? Ga op je knieën, bro. Ren één keer ergens heen en bro, je bent dood. Ik ga even snel iets fixen, ja? Sorry, ben er niet toe. Ik ga dood. Hey, doe eens dit. Op je knieën, jij. Hoe is dit? Nee. Hey. Je gaat het nu doen, je hebt hoefijzer op je hoofd. Nee, niet hem aanraken. Nee, ik ga hem niet aanraken, maar je hebt hoefijzer op zijn hoofd. Hoe is dit? Dit is Rico, is Mamati. Slash Ebarek, Asendagu. Asendagu. Oké, boys, ga aan de kant. Laat me het afmaken. Boys, ga aan de kant. Laat me het afmaken. Wat gebeurt er? Wat? Hey, blijf staan. Ik heb je gezegd, bro. Blijf staan. Allemaal aan de kant. Ik ga dood. Bro, wat doe je? Maar wat doe je? Ga aan de kant, boys. Het is je laatste keer, bro. Het is je laatste keer. Je gaat niet klimmen. Denk je, we maken foto's? Man is twee keer gestoken. Laat mij het afmaken. Aan de kant. Ik ga meeluisteren. Afmaken, die... Bro, drie keer steken. Yo. Ga aan de kant, boys. Aan de kant. Let's op Afrika. Ai. Vliegen. Hey boys, loesel. Weg mee, zeer. Eerst even Memphis checken, man, boys. Waar is Memphis? We volgen je. Lala. Memphis, die wijk. Ik ben niet te player. Laat me achterop stappen. Ik hoor politie. Ik heb Memphis in die buggy gelegd. Is Memphis in die buggy? Oh, Memphis is volgens mij. Ga eens kijken in die buggy. Boys, dat is Memphis. Hij is in die auto. Ik heb hem hier gelegd. Bro, Memphis, gaat alles goed, neef? Maar hij kan namelijk niet praten, bro. Geloof me, ik heb die twee goons voor je afgemaakt, man. Niks aan de hand. Politie! Sirenes! Is Ambu. Maar Ambu kan ook een melding maken voor politie. Nee, ik zag politie langsrijden. Tima, waar is Ansu? Ansu. Ik zie Ansu niet. Yo, waar is Ansu? Hey Ansu, man, wat doe je hier? Ansu, weg van hier, politie komt. Kom. Ik was even afwezig, man. Stap in die mini. Hey, Bugatti. Kom praten, doe Biggie tegen hem. Hij volgde ons, toch? Hé, wat dagoetje. Yo, maat. Hoe is het dagoetje? Dago. Yo, maat. Jij spot sowieso op... Praat met hem. Yo, maat. Waarom rij je nu weg, bro? Net rij je die achter... Hé. Hey, pussy boy. Bro, mag naar mij praten met hem. Wacht, hij is somatisch aan het roepen. We moeten... Nee, jij dat. Weg van hier. We moeten hem niet volgen. Somatisch komen. Jij dat. Hij is bang, we merken het al. Ik heb vaker al gemerkt met die rode Bugatti dat hij bang is wanneer hij solo is. Maar wanneer hij met veel man is, dan heeft hij grote bek. Laten we even mijn RSS pakken in garage. Hé, kan ik af politie? Oh. Nee. Zo, ik dacht even dat hij achter ons aankwam. Zonde. Ga naar garage. En laten we het ergens afsluiten met de boys gewoon. Ik pak mijn RSS, we rijden gewoon weg. Chill. Hij staat hier niet, man. We moeten naar Impound. Hij is gestolen, wist je nog? Nee, zo zei hij, man. Hey, Mango, ik kom hoor. Hij maar even. Zie. Naar Impound. Ik hoor heel veel sirenes. Rij normaal. Stap in bij mij. Ja, we gaan gewoon met twee auto's nu, man. Stap in bij mij of bij Rico. Ik blijf zekerheid op motor mocht er een geval komen. Ja, weet dat een van ons moet vluchten. Hansu is even weg, man. Oh. Kijk, daar zijn ze. Daar zijn ze, boys. Daarom. Stap. Daar zijn ze. Hansu. Nee, we gaan die Bugatti volgen nu. Hansu, instappen. Hansu, instappen. Hansu, instappen bij RSS. Hij zegt, ik val. Ja, we weten dat. Rij. Naar links. Worden gevolgd. Maar nog tante voor Gauw is ook. Zo, en hoe? Hoeveel auto's zijn dat wel niet? Hier. In de mogelijkheid zo meteen even je waggie omspuiten, man. Ja, eigenlijk wel, hè. Wat mensen heet op je auto, man. Ik hoor je, ze zijn de hele dag op zoek naar die paarse RSS. Ik moet jouw nummer alleen zo nog even hebben en die van Badde. Ja. Is Pimp Shop hier in de buurt? Moet ik maken zetten? Het kan, gewoon die in de buurt hier, toch? Er is hier eentje in de buurt. Ik zie hem al. Free Memphis nog steeds. Memphis dan? Among is dit of zo. Hij is bewusteloos, maar hij wordt wel geholpen. Ja, ik ben benieuwd of hij bewusteloos is, man. Jullie zien het, hè? Niemand volgt me meer. Ik heb ze al eruit gereest. Maar die wagen is te snel, man. Je weet van me. Ik ben gewoon goede driver. Zo, 400k of zo, man. Ah. Heeft veel tijd ingezeten. Oh, maar ik heb geen geld. Hebben jullie geld op zak? Op zak, hoeveel? Kop. Ik heb een paar keer 31. En Fati? Hij heeft niks, hè? Even kijken. Ik heb 900 zoveel, man. Ja. Ja? Nee, volgens mij zijn ze hier. Boy, zijn ze hier?
Nee. Hey, rij naar binnen. Rij Rico ook naar binnen. En dan gaat die hek dicht. Wat is je burgerservice nummer? Ja, wat is je burgerservice? 653. Geef al het geld dat jullie hebben, dan kan ik auto klus, weet je. Hé, hey, wat de... Geef je gewoon... Wat geef je me een euro, bro? Geef alles wat je hebt. Oh, dit. Hij zegt geef alles wat je hebt. Binnen overval. Is dat het enige, boys? Oh, dit. 653, toch? Ja, man. Soldaat, hey, soldaat. Ik hoorde iemand kan een nifi of zo voor me regelen als ik die het doekel geef. Ja, man. Straight. Die. 2500. Laat me gewoon een hele andere kleur doen. Gewoon bubblegum. Badden. Kijk hier, niemand herkent me. Geef jij sowieso even nog je nummer? Je moet wel even door de wasstraat, man. Zo, en hoe? Auto's vies na al die achtervolgingen. Ik heb weer. Maar we moeten denk ik de bij zo halen, man, bij het ziekenhuis. Hij is geholpen, toch? 1-5 einde? Ja, man. Geef mij ook even je nummer. Die kop heb je nog te goed van me, Fatih. Doe niet alsof die kop weinig was. Hé, hey! Wat is met jou? Die kop was alles, man. Alles was daar. Sorry, man. Bubbel. Ouderdom, alles. Hij stapt achter bij mij, anders gaat deze jongen slomer. We gaan Memphis halen bij het ziekenhuis. Kan iemand contact leggen met Memphis? Hoekans. Stap achter bij mij. Wat? Wat? Amai, de motor. Hi, hey. Even kijken. Mo. Yo. We moeten zo alleen nog even mijn brada ophalen. Je brada? Hij is hier niet. Heb je Memphis gesproken? Hij staat nu op 3. Hij is bij een tankstation ergens. Welk tankstation? Ja, dat weet ik niet. Hij gaat zijn locatie sturen. Zo mijn locatie hier recht weg. Ik heb die auto gestolen, daarom. Oh, vaak aan Memphis. Memphis, vaak. Hey boys, kom naar AWB. Ik heb die auto fris gestolen. No, laat dat. Laten we even met z'n allen even op parkeerplaats staan of zo, even praten. Ah, is goed, let's hou go. Hou je smoel jij, Badrari, voordat ik die pot... Bro, Badr, hou je smoel, auto. Je auto is kapot. Hey, Badr, stel ja, even. Rij. Deze Badr wil dat ik die pol weer op hem afstuur, gekke man. Hey! Maar wat is dit? Alleen maar boxers, balimans en ik kom je gaat weer een fluit. Je gaat weer een Poolse teen ontvangen, man. Teen. Teen is een etje. Kijk die auto ook van deze Memphis. Rij goed, bro. Ga hier naar rechts. We gaan hier even bijpraten. Yo, dit wist ik niet. Hey, fuck, misschien hebben we wel een klein probleem, jongen. Geen whip, hé. The Walking Boys. Boys, gaan we gewoon. Hey, ik breng jullie zo terug, maar even bijpraten. Kom. Hey, buddy. Yo. Die waggie van jou, hè, die bison. Ja. Luister dan, daar staat tanto in, hè. Ja, ik weet. En volgens mij staat hij nog ergens open. Wat de? Nee, joh, meen. Ja, boeit me toch niet. Ik zit toch niet in de drugs. Die agent zei nog, staat niet eens op zijn. Ik had Simon alles in gestuurd, man. Boys, we hebben echt veel meegemaakt, man. Ja, vandaag echt, man. Wauw. Wat een dag, man. Ik zeg je eerlijk. We hebben in ieder geval uiteindelijk die paarse geikje in die rode auto gewoon afgemaakt. Deze man, ik weet niet wat er met jou is gebeurd, Memphis. Bro, Memphis, je bent failliet gegaan, ik ben balans verloren op mijn dak. Yo. Turner is niks voor jou, bro. Bro, deze man loopt 8 keer voorbij mij. Hij zet mij in de auto niet. Hij rijdt naar ambulance of naar dokter, bro. Kijk wat hij doet. Maar jij met je koude dikke bakken gaat zakken door die koude auto om. Wat wil je dat doen? Ah, bro. Die man loopt 5 keer langs met... Hij loopt 5 keer. Zeg, waar is hij? Hey, guys. Hey. Yo, Wagwan. Free motorcycle. Goodbye. Laat het. Niet erachteraan rennen. Laat het, man. Geen aandacht aan geven. Nee, zijn van zijn zus mag echt... Nee, laat het. Hij is net als een goon van, man. Zo, hé, wacht, wat heeft Badr meegemaakt? Heb je weer een ringgevecht gehad of zo? Zo, hij heeft een Poolse teen ontvangen net, zag ik, man. TV. Samenvatting. Laat mij ook geen hoefijzer geven, hè? Hé, bro! Ben je gek of zo, bro? Ben je juist zo gek geworden of zo? Wat? Nee, maar Yusuf, ben je gek geworden of zo? Ik doe het zomaar beetje. Nou, ik heb geen hamer meer. Stel je voor, hè, ik had pijn. Dan was ik misschien nu wel down gegaan. Ik heb ook pijn, mentaal. Hey, raak hem nooit meer zo. Bro, gedraag je, man. Kinderachtig koen dat je bent. Ik denk, we moeten gewoon trots zijn op wat we vandaag hebben bereikt. Een lange dag. En we hebben gewoon veel moorden uiteindelijk gepleegd voor de mensen die fokken met ons, toch? En dat moeten we niet hebben in de stad. Klopt, man. Ja, man. Snap je? Dus ja, man. Want wij zijn het. Precies, the next wave. Next generation, new wave. Ja, man. New wave. Snap je? De Goonie wave. Op een goede einde, kom, we gaan stoer wegrijden. Op die motor die ook echt van jou is. Op die geleende motor. Hey Ansu, hey Mango, rustig aan, ik zie dat jullie weggaan. Rustig aan, boy. Het was een lauwe dag, man. En we zien wel wat de dag ons morgen brengt. Als er problemen zijn, bellen gewoon. Ja, man, komt goed. Zie. Goonies rijden. Kijk, ze daar zijn omgevallen. Oh, dit is te fatu. Oh, ik zie jullie morgen, guys. Ik zie jullie morgen, ja. Ciao. Ik heb training, rustig aan. Moet je brengen? Nee, man, ik heb RSS, pa. Hey, bon jouw RSS ook. Deze guys.